Goedenavond beste kijkers en welkom bij aflevering 1 van het nieuwe tv-programma Nog eens Single Copies. Deze week ga ik nog een aantal boeken tonen. Ik heb dat een vorige keer ook al eens gedaan. Maar ja, ik heb er nog, dus ik ga er nog tonen. Single copies zijn boeken die ik maak in een oplage van 1. Dus dat zijn eigenlijk allemaal unieke exemplaren die ik dan maak om eens iets uit te proberen of om eens iets technisch nieuw te proberen of omdat ik gewoon een idee heb en ik wil dat een keer zien. Voordat ik die toon, moet ik jullie nog iets heel belangrijk tonen, want er zijn 2 nieuwe eenden. En die zijn kei raar. Maar ze zitten nu eigenlijk neer, dus ik kan het niet tonen. Dus dat zijn eenden, maar die hebben een super lang bovenlichaam. Waardoor dat de eerste keer dat ik die zag, dacht ik, oh, maar zo erg dat die geen armen hebben. Maar eenden hebben geen armen, die hebben gewoon 2 poten. Maar bij die 2 eenden ziet het er echt gewoon uit alsof die armen zouden moeten hebben en dat die missen. Bon, nu zitten ze neer. Ik kan het u eigenlijk niet tonen. Maar bon, ik zal eerst de boeken tonen en misschien dat ze zich een beetje wel recht zetten. En dan zal ik ze snel tonen. Oké. Maar ik ga me dan hier zetten en dan... Ja. Oké. Het eerste dat ik vandaag wil tonen is dit. Dat is iets... Een boekje dat ik gemaakt heb... Door alle verkiezingsreclame die ik kreeg... Een aantal jaar geleden toen dat verkiezingen was... Ik heb eigenlijk alle gezichten daaruit geknipt en dan een paar weken lang eigenlijk verzameld en dan in mijn plakboek bijgehouden. En ik vond dat leuk omdat ik dan echt zo blij werd als ik verkiezingsreclame kreeg. Wat dat normaal gezien is dan betant, maar nu vond ik dat leuk. Omdat ik dan zo kon gaan kijken van, oh, de dienen heb ik al super vaak. En dan, ik weet niet, dat werd zoiets helemaal anders. Ik kon dan zo bijvoorbeeld enthousiast worden omdat ik een boekje kreeg van een partij waar ik eigenlijk helemaal niet achter stond. Gewoon omdat ik dan die mannetjes kon verzamelen. En dan heb ik die een beetje proberen organiseren. Zo wat op grootte. Er zijn ook wel een aantal prentjes tussen geslopen die niet vanuit verkiezingsboxjes waren. Mensen die opzij kijken. Deze zijn zwart-wit. Ja, deze hebben nog wel een bril. Deze zijn super klein. Wat ik daar ook leuk aan vond, is dat allemaal die mensen die van verschillende partijen waren en ja, gewoon heel verschillend denken ofzo, of heel verschillend zijn misschien, dat die dan toch gelijk allemaal terug door elkaar in dat boekje belanden. Voilà. De volgende die ik wil tonen is deze. Die heb ik gemaakt tijdens een workshop. Een workshop waarbij dat er een opdracht was. De opdracht was om een soort van comic te maken. Een stripverhaal waarbij dat er niet echt een hoofdpersonage was. Of het hoofdpersonage moest een object zijn. Er mocht ook geen tekst in komen. En er mocht ook niet echt iets gebeuren. Dan de volgende is. Ik zet hem. Ja. Zijn zo de vorm van een auto in een gek perspectief, maar gelijk altijd een beetje anders in een soort van regenboog in wire. Goh ja, meer is dat niet aan. Ik kan daar niet meer aan uitleggen dan dat. Ik wou dat gewoon een keer maken.
een beetje moeilijk te navigeren met één hand. Allee, maar ik wil dat die eenden recht staan. Ach, maar die gaan ook niet komen, hè. Nou, oké. Dan, de volgende die ik wil tonen is super klein. Dat is het avontuur van zo'n balken. En dat balken, dat, van, allee, dat gaat dan zo... Dan doet het dan zo boink. Wow. En dan... Mag dat even rusten ook. En dan is het finish. En dan het laatste is ook weer een probeersel waarbij ik geprobeerd heb om te tekenen met alleen van die tekenstencils, van die tekenschablonen. Dus dat waren de boeken die ik vandaag wou doen. Oh, maar die eenden die liggen nog altijd neer. Volgens mij is het te warm. Oh, ja. Kijk, die zijn toch raar? Toch? Of ligt dat nu aan mij? Oké, dat was het. Dat was het echt. Bedankt om te kijken. Als je nog iets wilt zeggen of wilt vragen, je mocht mij altijd bellen. Dit is mijn nummer. Ja, bedankt om te kijken en tot volgende week. Dag.